Hallo, welkom bij deze sessie. Hoe maak je een toffe instructievideo? Hallo, nogmaals welkom. Mijn naam is Celesta de Vries. Ik ben medewerker media en content en maak sinds een aantal jaar instructievideo's voor AFAS. Aan de hand van mijn ervaring die ik heb opgedaan, wil ik je graag meenemen in 6 stappen hoe jij een instructievideo kan maken. Voordat ik je deze 6 stap ga uitleggen, wil ik je graag eerst vertellen, wat is een instructievideo nou eigenlijk? Welke vormen zijn er? Waarom is een instructievideo nou zo tof? En wat heb je daarvoor nodig? En vervolgens zal ik je de 6 stappen gaan uitleggen. In een instructievideo leg je eigenlijk uit, stap voor stap, hoe een proces werkt. Dit doe je omdat je iemand wil leren hoe die iets moet doen. Of omdat je wil uitleggen hoe iets werkt. Eigenlijk kun je een instructievideo zien als een handleiding in beeld. Een instructievideo wordt ook wel een tutorial genoemd, een uitlegfilmpje of een how-to video. Ik heb hier 3 verschillende vormen van instructievideo's die er bestaan. Zo heb ik bijvoorbeeld een video met een persoon in beeld die iets uitlegt. In dit geval hebben we hier Bas, die vertelt hoe 2-factor authenticatie werkt. Een andere vorm is een animatievideo. Op deze manier krijg je ook een instructie. En tot slot een schermvideo. Een schermvideo wordt ook wel een screen recording genoemd. En daarbij neem je eigenlijk je scherm op in de software. Het is heel krachtig eigenlijk om een schermvideo voor software te gebruiken die je wil uitleggen. En dat is eigenlijk waar onze sessie van vandaag over gaat. Hoe neem je een schermvideo op? Je kunt bij een schermvideo overigens denken aan instructievideo die wij gebruiken voor hoe maak je een factuur aan in AFAS Profit of hoe kan ik mijn uren boeken in de Pocket App. Waarom is een instructievideo nou zo tof? Ik schrijf bij AFAS al zo sinds 20 jaar instructies in de vorm van help, handleidingen, cursusmateriaal en release notes. En als je daarnaar kijkt en je vergelijkt deze 2, instructie in tekst of instructie in video, dan merk je dat mensen video's sneller begrijpen dan tekst. De informatie die komt beter aan, en zeker omdat het een combinatie is van tekst, beeld en stem. Het zal ook komen omdat mensen visueel zijn ingesteld. En dan krachtig is gewoon dat je, je kan nog zo goed proberen te omschrijven in een handleiding waar je op moet klikken, welke knop. Maar als jij een video ziet, dan zie je direct in beeld waar je op moet klikken. En het leuke is ook van een video is dat je hem, als je maakt hem eenmaal, en dan kun je hem net zo vaak terugkijken als dat je wil. Je kan hem stopzetten en je herhaalt nog een keer als je een stukje niet begrijpt. En een video is gewoon maken is gewoon hartstikke leuk. Voor een instructievideo heb je een aantal dingen nodig. Heel erg belangrijk is een aanschaf van een losse microfoon, een USB-microfoon. Zoals in je laptop zit er vaak ook een microfoon bij. Maar het kwaliteit is van een losse microfoon echt navenant beter. Dus mijn advies is echt, koop een losse microfoon. Je kunt er al eentje aanschaffen vanaf een euro 50, 60. Daarnaast heb je een koptelefoon nodig. Een koptelefoon is handig om je audioopname te gaan editen. Zodat ook je collega's niet mee hoeven te luisteren wat jij aan het editen bent. Vervolgens heb je software nodig om jouw schermopname op te nemen. Er bestaan heel veel verschillende soorten software. Wij gebruiken bij AFAS Camtasia. Camtasia is een softwarepakket wat ontzettend makkelijk is om te gebruiken. Je gebruikt veel
je muis. En je kunt er ontzettend mee experimenteren. Ook met het editen van je filmpje. Daarnaast voor de geluidsopname kun je ook software gebruiken. Nogmaals, daar bestaan ook verschillende soorten pakketten voor. Bijvoorbeeld Audacity of Audition van Adobe. Audacity is een gratis pakket. En als jij jouw filmpje wil uploaden op YouTube, dan heb je een YouTube-kanaal nodig. Als je deze gaat aanmaken, dan doe je dat met je Google-account. En zorg er dan ook voor dat het onder jouw bedrijfsnaam is als je instructievideo's gaat maken voor jouw organisatie. Nou, welke 6 stappen ga je dan doen om een instructievideo te gaan maken? Allereerst, maak een script. Een script is je verhaal die je gaat vertellen. Het is letterlijk de tekst die je gaat vertellen. Het voordeel van een script is ook dat je het anderen kunt laten controleren of je alles hebt meegenomen wat je gaat vertellen in je instructievideo. Vervolgens ga je je script doorlopen. Je laat deze, je test deze. En daarna kun je je scherm gaan opnemen. Je neemt de audio op. Je gaat de video bewerken. En als je helemaal tevreden bent, dan sla je de video op. En vervolgens zet je hem neer op het netwerk. Of als je dat wilt, dan kun je hem gaan uploaden op YouTube. Nou, om jou deze 6 stappen te gaan uitleggen, heb ik al een instructiefilmpje gemaakt. En aan de hand van deze instructievideo ga ik je meenemen in de 6 stappen die ik heb gedaan om deze video te maken. Ik laat je deze instructievideo nu zien. In deze toffe videotraining op het AFAS Succesfestival laat ik zien hoe je met de Wie is Wie gegevens van een collega kan raadplegen. De Wie is Wie is een lijst van medewerkers met een foto, ook wel een smoelenboek genoemd. Hiermee kun je niet alleen een foto, maar ook nog meer handige gegevens van een collega opzoeken. Je gaat hiervoor in Insight, onder Home, naar Wie is Wie. Je ziet een lijst van collega's met hun foto. Scroll door de lijst of typ hier direct de naam van degene die je zoekt, in mijn voorbeeld Celesta. Vervolgens klik je op de foto om de medewerker te openen en je ziet de gegevens van je collega, zoals de verjaardag, functie en telefoonnummer. Om weer terug te gaan, klik je op de pijl terug of op de Wie is Wie in het kruimelpad. Op deze manier kun je eenvoudig je collega's raadplegen. Tot slot geef ik als tip mee dat je met de AFAS Pocket de Wie is Wie-lijst op dezelfde manier kunt raadplegen. Tot zover deze videotraining. Veel plezier met de Wie is Wie. Ja, nou, dan wil ik je graag meenemen aan de hand van 6 stappen die ik heb genomen om deze instructievideo te maken. Allereerst maak je een script. Dit is een voorbeeld van het script dat ik heb gebruikt om deze video te maken. De script is echt het hele verhaal wat je gaat inspreken of vertellen. Bij een script ga je echt logische stappen, leg je uit wat je wil vertellen. Zorg ervoor dat je een startzin hebt, die je altijd een vaste startzin hebt en een vaste eindzin. Dus bijvoorbeeld in mijn videotraining begin ik altijd met een vaste zin als: in deze videotraining laat ik zien hoe je met bla 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 werkt. En ik eindig met: tot zover deze videotraining, zodat de kijker weet, dit is het einde van de videotraining. Nou, wat ook handig is om te gebruiken, is een tip of een let op voor je kijker. En wat ik ook wel eens doe, is een zogenaamde call to action. Dus een actie die jij verwacht van jouw gebruiker om te doen. Dat kan bijvoorbeeld iets zijn van: meer informatie vind je op mijn website. Of voor meer informatie hierover verwijs ik je graag naar de help. Of bekijk ook deze videotraining als je nog meer wil weten over dit andere onderwerp.
Als tip geef ik je ook mee bij een script, is dat je kunt variëren met je woorden. Ik was zelf gewend om bij help te schrijven altijd standaard zinnen te gebruiken. Zoiets als ga naar startmenu, vul deze gegevens in, vul deze gegevens in. Maar als je dat 5 keer achter elkaar hoort in een video, is dat niet prettig. Dus je moet variëren. Dus bijvoorbeeld gebruik zoiets als vul de gegevens in of geef de gegevens op. Gebruik niet alle stappen in je verhaal wat je gaat vertellen. Dus als jij in een wizard zegt, hoef je niet te zeggen klik op ja, klik op voltooien, klik op nee om te bevestigen. Want je kijker ziet welke knop je klikt. Dus dat hoef je niet te melden dat je op ja moet klikken. Nadat je je script hebt gemaakt, laat je deze door een aantal collega's controleren. Dat doe ik zelf ook altijd. Dus kunnen misschien dingen zijn die ik ben vergeten of dat ik verkeerd verwoord heb. Dus ik laat het nog eens door bijvoorbeeld productmanagement controleren of door een tester of door iemand van support. En als ik dat script helemaal klaar heb, dan ga ik mijn scherm, voordat ik ga opnemen, ga ik controleren aan de hand van mijn script of alles er netjes uitziet. Controleer op je scherm of er dingen in beeld zijn die afleidend zijn of bijvoorbeeld niet in beeld mogen zijn omdat het privacygevoelig is. Nou, soms heb je een situatie dat je bepaalde gegevens niet kunt weghalen. Dat heb ik wel eens gehad bij een videotraining, bijvoorbeeld over de bankkoppeling. Dan was er een bankrekening in zicht. Dan kun je die altijd nog in de software, bijvoorbeeld dus in Camtasia, kan je die blurren of onzichtbaar maken. Dus dat kan je achteraf ook nog wel doen. Nou, als je helemaal klaar bent, dan ga je je scherm opnemen. Je kunt je scherm opnemen door Camtasia te starten of andere software die jij gebruikt. In principe werkt het allemaal hetzelfde. Je hebt een grote rode knop om de opname te starten. En wij nemen altijd het hele scherm op. Je ziet hier ook dat je de optie hebt om de camera aan of uit te zetten. Je kunt de audio aan of uitzetten. Ik zet dus beide uit. Maar je kunt dus met Camtasia al gelijk je geluids opnemen. Maar ik heb er dus voor gekozen om dat apart op te nemen. Nou, als je klaar bent, dan kun je dus gaan starten met je opname. Je start Camtasia. En je klikt op de record button. Nou, en dan ga je rustig door de software klikken. Je hebt je scherm, mijn script zit ik altijd naast me op mijn tweede scherm, zodat ik precies kan nalezen welke stappen ik moet doorlopen. Dan ga ik rustig doorheen. Heb je nou foutjes gemaakt, dan kun je dat altijd in Camtasia nog uitknippen. Dus dat is ook helemaal geen probleem. En als je dan klaar bent met je opname, dan klik je op stop. En dan kun je vervolgens je audio opnemen. Je audio kun je opnemen, in dit geval met Audacity of een ander programma wat je gebruikt. Dit werkt in principe hetzelfde, net als een recorder. Ook hier heb je zo'n rode knop om op te klikken. En als je dan je geluid opneemt of je stem opneemt, dan zie je geluidsgolven ontstaan. En ook hier, als je iets verkeerd uitspreekt, dan hoef je niet je geluidsopname te stoppen. Je kunt gewoon je zin nogmaals uitspreken, want je kunt altijd stukjes eruit knippen. Ben je klaar met je audioopname, bewaar je die als WAF-bestand. En die kun je vervolgens dan in Camtasia importeren. Als je nu de schermopname hebt gedaan en je audioopname, voeg je ze beide toe in Camtasia. En dan kun je je filmpje gaan bewerken. Je kunt je film stukjes uitknippen als het te lang is. Je kunt het uitbreiden als je meer tijd nodig hebt. Je kunt er vierkantjes aan toevoegen als jij bijvoorbeeld op een bepaalde knop naar wilt verwijzen.
Je kunt tekstballonnen toevoegen. Je kunt letopjes toevoegen. En handig is ook om hier je kleuren te gebruiken voor die jij gebruikt in je huisstijl. Dat jouw videotraining ook herkenbaar is. Dat het jouw videotraining is. Leuk is ook als jij een video maakt is om een muziekje daaraan toe te voegen. Als je muziek toevoegt, zorg dan dat dit rechtenvrij is. Je kunt heel veel muziekjes vinden op internet ook. Maar in Camtasia zelf zitten ook muziekjes die je kunt gebruiken. Bij een muziekje, als je die onder je filmpje zet, is het wel belangrijk dat je hem niet te hard zet. Want anders gaat hij over jouw stem heen. En dat wil je ook niet. Meestal zet ik het geluid van de muziek op zo'n 5%. En mijn stem zet ik op zo'n 100%. Nou, ben je helemaal tevreden met je edits? Dan kun je deze video vervolgens gaan bewaren. Deze sla ik even over. Je bewaart hem als mp4 bestandje. Je kunt in Camtasia hem op verschillende manieren als bestandsformaat bewaren. Wij zetten hem vaak in mp4. Soms zet ik hem als gifje, dat kan ook. Als je een hele korte video hebt, dan is dat ook mogelijk. Als je hem gaat bewaren, is het belangrijk om hem in de hoogste kwaliteit te zetten. En dat is voor MP4 in dit geval up to 1080p. Dan heb je de hoogste kwaliteit. Bewaar je hem in MP4, dan zet je hem op het netwerk of op jouw harde schijf. En dan kun je hem vervolgens delen daar waar je hem wil zetten. In jouw handleiding, op internet, online. Of je kunt hem naar iemand toesturen. Je kunt hem ook, zoals ik zei, gaan uploaden op YouTube. Heb je nou je kanaal aangemaakt, dan log je in op je kanaal. En dan heb je aan de rechterkant heb je een knop om je video te uploaden. Nou, hoe werkt dat nu? Als je klikt op maken, dan kun je vervolgens jouw bestandje kiezen. Je klikt op je mp4'tje. Klik op openen. En YouTube die gaat hem dan inlezen. En hij maakt dan ook vervolgens een URL-adres aan. En die URL die kun je dan vervolgens weer gebruiken om mensen naar deze video toe te sturen. Maar ze kunnen hem natuurlijk uiteraard meteen ook vinden op YouTube. Nou, dit is dan de URL die je kunt gaan gebruiken en delen met de mensen. Nou, samengevat, je kunt een video maken aan de hand van wat hardware en software die je aanschaft. Je doorloopt deze 6 stappen en dan moet het je ook lukken om een instructievideo te maken. En ik zou zeggen, ga gewoon aan de slag. Er zijn op internet heel veel tutorials te vinden hoe je een video moet maken. Ik geef je graag als tip mee dat je bij Camtasia gratis voor 30 dagen een free trial kunt downloaden. Dan kun je gewoon 30 dagen deze software uitproberen. Je kunt voor de audioopname kun je Audacity ook gratis downloaden van internet. Schaf een microfoon aan en ga er gewoon mee aan de slag. Nou, dit was mijn sessie. Ik hoop dat ik je inspiratie heb gegeven om ook aan de slag te gaan met een instructievideo. En ik zie je graag in een van mijn volgende instructievideo's. Tot ziens!